Hallo beste kijkers, leuk dat jullie kijken naar deze eerste aflevering van de Farming Banking in Friesland. Zoals in elke maand beginnen we ook in deze maand standaard met een stadsbudget van 12.000 euro. We kijken gelijk tegen de vlag van Friesland aan. Ik zie daar een kombijn staan, dat is de kleinste van het spel. Daar zie ik een keeper staan. Die gaan we denk ik gebruiken voor het graan. Daar een auto. En die zou ik waarschijnlijk niet gaan gebruiken. Zover ik weet heb ik er zelden in gezeten. Maar de handeltaf deze ook hebben. Dan kunnen we het kelvoer mee, wat helemaal kant-en-klaar is, mee langs de dieren rijden die we krijgen. Ik zal eventjes voor het geval dat het dan zie is voor hier de plantvloer even uitzetten. Even kijken, zit er onze graansoorten? Nou, een mooi beetje. Zo. Even kijken. Ik moet allemaal nog één proces doorgaan. Is geen probleem. Dan zet ik gewoon even de plantgroei op snel. Even kijken, we hebben hier een compost, een landhandel, een tuincentrum, een verwarmingsinstallatie. En naast de verwarmingsinstallatie hebben we een, als ik het zo goed, ja, dan kijk ik goed zo, een biogasinstallatie. Kleinste kombijn van het spel, een verrijker, een deuts. Hier hebben we mais. Een gietink voor de breidnest. Eens kijken wat voor materialen en voertuigen we allemaal tot onze beschikking hebben. Een huttleman, twee stuks. Een deuts varen. Agrostar 6.61. Daar hebben we er 3 van. Een Combine hebben we er 1 van. Even kijken, daar hebben we allemaal nog meer. Hier hebben we er ook 2 van. Geen enkel probleem. Een klein ploegje. Varimaster 153. Een Poting. Novakat, Maaier, Eurobos, Opperwaren, ja, dat is helemaal mooi. Nou, hier hebben we nog die silo's af. Plaatsen waar we gras en mais kunnen plaatsen om er kelvoer van te maken. Oh, we hebben hier een mooi beetje gras weilanden. Zoals je ziet zijn ook allemaal van ons eigen beheer. Even kijken, dan ga ik. Die heb ik al. Dan haal ik deze er ook voorbij. Dan moet ik even zien wat doen, dan kan ik hem resetten. Ja, dat staat hier. Nou, de
trekkers die we hebben, die staan ook overal verspreid. Ik ga beginnen met deze Wildfa Agrostar. Zoals je ziet heb ik de tijd eventjes teruggezet naar de sneller voor 1. Dat heeft te maken met volgen. Ik kan nu eens even iets goed gas maken. Dat is bijvoorbeeld op harken. En gelijk even naar de biogasinstallatie toe brengen. En dat is een beetje 10% ingebracht en het gras wat ik gemaakt heb, dan kan ik het vervolgens de zelzen eroverheen en dan omlaag zetten in kelvuur, dat ik geadapteerd open, waardoor ik waarschijnlijk eventueel geen lening heb vastgesluiten. Zoals je ziet, zie ik in mijn rechter spiegel dat de mouwen in het opgeven. Deed ik dat niet, dan kan ik niet goed naar de muur aan. Dan gaan we hier mooi beginnen. De maaier omlaag, de achterkant haal ik hem ook even omlaag. Maar er is een stuk of 2 of 3 omheen, zodat dat ik buiten wat ik goed mee kan maken. Als het hier gaat, ga ik vervolgens verder aan die binnenkant. Dan ga ik daar verder op neer maaien. Ik denk wel dat ik een paar kleine stukjes weiland moet gaan maaien. Dan ben ik aan de 10% gekomen die ze bij de biogasinstallatie nodig hebben.
glasmaaier is dus, klaar. Dan even de frontmaaier en de maaier terug in de schoen zetten. Dan de intro erbij pakken. Dan gaan we even de verbinding van de buitenkant aan elkaar maken. Dan gaan we even de binnenkant. Dan gaan we het met de opperwagen ophalen. En dan de biogasinstallatie toebrengen. De maaier laten zakken. Ik krijg hem niet afgekoppeld als ik het goed heb. Zo, die is afgekoppeld. Dan gaat nu de rondmaaier afgekoppeld worden. Even gelijk een grondgeving bij. Die er aan kan koppelen. Als hij het tenminste wil, ja dat wil. Dan pakken we deze windroom erbij. Dus ik hoop dat ik hem mee kan pakken, want als ik het zo zie, kan ik ook nog wat last krijgen van de schutmachine. Of net niet. Nee, het lijkt wel net niet. Ik pak hier naar de schuddenwandeling, maar dat je het niet meekrijgt. Dus, dat zat van ook voor de muur, had ik het idee. Ik dacht dat het er wel een beetje doorheen ging. Zoals je ziet. Het lijkt het gras een beetje op het van Noord-Brabant. Ook een dikke sfeer. Want ik heb zoals ik weet ook wel aflevering gemaakt van Melbourne Estate. Want daar was het gras ja, gewoon een dun laag. En die heeft echt een dikke laag. Dus ik op het weiland liggen. Maakt me af, vind ik zelf net iets echt. Het is leuk om dan bezig te zijn. Op een gegeven moment is het bij mij zo'n soort van gevoel dat het meer vult. En het lijkt ook net weer iets echt als dat ja, dat je uit een dikke laag gaat liggen. Nou, ik denk dat ik nu eerst eventjes de buitenkant twee keer meepak. Dan pak ik de binnenkant ermee. Daarna zal ik de onderwagen gaan ophalen. En zoals ik al verteld heb, dan vervolgens afvoeren naar de biogasinstallatie waar ik het onder kan laten verkelderen. Nou, zoals u ziet is het nu de 7:30 in de ochtend. Nou, mocht het bij de biogasinstallatie met de groen gezet worden liggen, dan hoop ik dat ik er zelf overheen en laat het omzetten. En dan zet de tijd op de snelheid van 120. Dan denk ik dat ik een 6 of iets later dan ga beginnen met het verkopen van het proberen. Gelukkig heb ik gelijk al een verrekker tot bij beschikking met een universele bak. Met deze combinatie ga ik het veld goed verkopen.
Nou, gemiddeld vetbak levert dus zo'n beetje 14 tot 15.000 euro op. Nou, je ziet dat nu nog zo'n beetje 3500 zitten. Dus dat gaat straks razendsnel omhoog. Hoe ver het budget dan omhoog gaat, durf ik u zo niet te vertellen. Ik weet namelijk niet hoeveel bakken er afgaan. Of afgaan er uitgekomen. Ik hoop dat het over de dag. Eén ding is denk ik wel zeker dat het budget van zo'n toestel wel duizend omhoog gaat. Meestal begin ik met een lening. Als ik dat in deze ook ga doen, is nog een vraag voor mezelf. Om nog te kijken. Om het dichtstaan hoe ik ga uitbouwen. Ik kan er net zijn met Vida iets te pakken, maar dan zijn we de lening gaan gebruiken. Mocht ik dat niet nodig zijn, dan begin ik er niet aan. Dan ga ik gewoon met geld dat ik heb. Ik moet het opbouwen. Maar goed, dat gaan we straks allemaal bekijken. Mocht het nodig zijn, dan kunnen we dat snel van achter. Wat ik ook vind, is dat we een goede slag doen. En dan als we zijn met het graan, dan wordt gebruikt de stroom weer stotten. Zodat de vaste mist dat proces in werking kan worden gezet. Het zal allemaal te zien kunnen zijn in de vakje tegenover mij. Daar zijn alle gasten met z'n tweeën terecht gekomen. Maar ik heb nu de buitenkant nog wat. Nu ga ik verder met de binnenkant. Ja, we zijn denk ik ook zo klaar mee. Dat zal denk ik niet allemaal afkomen in deze eerste aflevering. De aflevering gaat goed maken als je niet van mij gepland bent. We moeten wel gezien hebben gezien de tijd die onder deze video staat. Als ik deze combinatie bekijk, deze grootschaal achter staat van de Windrover, zou wel een mooie combinatie zijn. Op het eerste gezicht vind ik wat aan het zelf. Ik heb meningen verschillen meestal. Ik vind het wel helemaal niet, dan vind ik het wel mooi. Ik vind het wel een stukje mooi zijn wel. Puntjes zo. Maar meestal wel rekening mee met hier dat het puntjes naar de steen zit, maar mag niet langer als ik het zelf. Maar dit is de laatste rij die ik had, de rest van de volgende aflevering.
een beetje verder een beetje te lang. Dus dat is wat ik het zou niet hebben. En dit was het voor deze aflevering, beste kijkers. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Ik hoop dat jullie de link van de video ook beter vinden. Ik hoop dat jullie het zien in de volgende aflevering van de Farming Game Team in Friesland. Graag tot ziens.